In deze video ga ik in een super tempo in op wat er mogelijk is met de Ecoline Brush Pen Markers. Ik heb van alle video's die je hier ziet ook een wat meer uitgebreide versie met meer uitleg en downloads. En waar ik inga op de details. Deze videoserie kun je van mij gratis krijgen als je de Ecoline Brush Pen Markers koopt bij duading.nl. Meer informatie in de bijschriften. Ecoline, je kent het nog? Zeker van vroeger, in het van het werk op school, in heel veel kleuren verkrijgbaar tegenwoordig. En het is er al heel lang, al sinds 1930. Maar nu is er op de markt van Ecoline van Talens ook de Brush Pen Set. Of tenminste, Brush Pens zijn er 27. Dit is een set. En er zijn dus 27 kleuren. In deze set zitten er 10. Er zijn ook kleinere sets. En dit is een van de kleuren die niet in de set zit. Zitten en die ik heel graag wilde hebben. En ze hebben ook een blender pen. Ik ga eens lekker spelen met deze brushpennen van Ecoline en laat ik jou zien wat ik er allemaal mee doe. Natuurlijk is het eerste wat ik wil proberen te doen is schrijven. We gaan gewoon beginnen met de zwarte. Het resultaat is typisch wat we gewend zijn van de kleuren van Ecoline. Ze zijn helder, ze zijn vibrant, zeggen ze in het Engels. En het is echt gewoon super om te zien. Ik zie dat het heel mooi teruggedroogd is. Je ziet hier, oh prachtig is dat. Moet je hier kijken. Je ziet dat ik hier meer druk heb gezet en hier druk losliet. En waardoor de kleur ook minder sterk is. Dus je krijgt een heel mooi effect eigenlijk. En je ziet hier dat de streep die weer door de Ecoline, de natte Ecoline heen gaat, dat die ook weer een streek achterlaat. Mooie effecten. Hartstikke, dat roze is toch prachtig. Echt fantastisch. Ja, ik vind het echt hele lekkere stiften. Wat voor mij ook heel erg belangrijk is bij het schrijven, is in hoeverre buigt de punt terug van een brushpen. En dat ga ik ook eventjes testen om te zien hoe dat gaat. Eens even zien, als ik hem buig, oh wauw, kijk eens, hij komt meteen weer terug in zijn vorm. Het lijkt ook wel alsof het materiaal waar dit puntje van gemaakt is, anders is dan wat ik gewend ben bij andere brushpennen. Het lijkt meer een soort sponsje, terwijl als ik het vergelijk met de brushpen van de Tombow, die is een soort stugger. Je ziet dat hij hetzelfde effect heeft op het puntje. En natuurlijk is deze stift is langer, is dit puntje, dan deze. Maar ik voel gewoon dat deze, zie je wat hij doet? Het lijkt wel een kussentje. En de manier waarop de inkt eruit komt is gewoon zo sappig. Fantastisch. Dit kan wel heel erg leuk worden. Ik ben heel benieuwd hoe de kwaliteit is na een tijdje. Want wat ik bij de Tombow's heb, is dat die na een tijdje, dat het hier gaat rafelen. En dat heb ik vooral bij mijn zwarte Tombow's. Zie je dat? Het puntje is niet meer helemaal netjes. Waardoor je dat soort effecten krijgt eigenlijk. En je ziet, hij is wat ouder, dus hij is niet zo sappig meer. En dat vind ik het grote nadeel van filterpunten. Over het algemeen dat je dit effect toch best vlot krijgt. Vooral als je ze mishandelt, zoals ik op printerpapier. Dus ik ben heel benieuwd. Kijk, in het begin ziet de Tombow er keurig scherp uit. Maar zelfs dan zie ik al, als ik heel goed kijk, fijne rafeltjes. Dus ik ben heel benieuwd hoe de Ecoline stiften zich houden na een tijdje. Ik zou het niet weten. Dat is iets wat ik je pas later kan vertellen. Want ik heb ze nu pas voor het eerst in de hand. Maar de buigbaarheid en de flexibiliteit en de manier waarop het puntje keurig elke keer terugkomt, vind ik fantastisch. Op dit stuk aquarelpapier heb ik geschreven met de Sakura Glaze Pen. Het is een gelpen waar een inkt uitkomt die plasticachtig opdroogt en heel goed water afstoot. De Sakura Glaze Gelpen.
discover something. Met een nat penseel maak ik de inkt los van het papier en verspreid ik het over het papier heen. Ik moet zeggen dat het wat meer moeite kost dan bij de Zicklink Color Real Brush Markers en bij de Tombow Dual Brush Markers. Dus de inkt van de Ecoline Brush Pen heeft iets meer tijd nodig om los te komen van het papier. In het volgende project gebruik ik de Molotov Masking Fluid Marker. De blauwe inkt die eruit komt is geen echte inkt. Het is een rubber wat ook verwijderd kan worden achteraf. Maar het is waterafstotend. Dus heel leuk te gebruiken in combinatie met de Ecoline Markers. De Brush Pen Ecoline Markers blijken ook heel leuk te werken met de techniek op plastic. Even krassen op plastic, bespuiten met water en je kan zo je kleur overbrengen op je papier. Aangenaam verrast was ik door hoe makkelijk je de kleur weer op kunt nemen door er waterspetters op te spetteren. Dit gaat een stuk effectiever, vind ik, dan bij de Zicklink Color Real Brush stiften en bij de Tombow Dual Brush Markers. En natuurlijk kun je ook kleuren met de Ecoline Brush Markers. Gewoon rechtstreeks op je papier in verschillende kleurtinten. En gebruik daarna de Blender Marker om de kleuren in elkaar over te doen lopen. Je kunt ook je waterbrush of een nat penseel gebruiken om de kleuren uit te spreiden. Of gebruik een stukje plastic als palet waar je wat van de inkt op afkrast. Je kunt dat dan makkelijk oppakken met je waterbrush of met je nat penseel. Op die manier heb je kant en klaar je waterverf inkt bij de hand, zelfs als je onderweg bent. Bevochtig donkere plekjes opnieuw met water, laat het even intrekken en pak het weer opnieuw op met een tissue. Zo maak je lichtere plekken waar ze te donker waren. Eigenlijk zijn heel veel aquareltechnieken goed mogelijk met deze inkt van de Ecoline Water Brush of Brush Pennen. Stempel jij graag, dan zijn de Ecoline Brush Markers daar ook ideaal voor. Want ze blijken heel lekker te werken op stempels. Je kunt rechtstreeks op je stempel kleuren in verschillende kleuren met verschillende patronen. En ze zijn nat genoeg om direct over te brengen op je papier. Wil je het nog wat natter, hijger dan overheen of maak ze zelfs nat met een waterspray. Er is nog veel meer mogelijk met de Ecoline Brush Pennen en ik laat je ook graag nog meer zien, maar dat in de uitgebreide video. In de bijschriften kun je zien hoe je aan deze gratis video kunt komen. Ik geef je daarbij ook leuke downloads en ik geef je dus meer details. Ben jij geïnteresseerd in schrijven met penseel of handlettering? Ga dan even naar mijn website www.schrijvenmetpenseel.nl. Daar kun je mijn workshop gratis uitproberen, zodat je weet of het iets voor jou is. En dan zie ik je heel graag daar. Ik vond het leuk om dit met jou gedeeld te hebben. En als je de uitgebreide video wil, kijk even in de bijschriften. En ik zie je heel graag terug in een volgend zelfmaakproject. Vind je dit leuk? Vond je dit leuker? Of wil je meer? Wil je dan een dikke duim geven? Lekker delen op Instagram, Facebook, op YouTube of waar je dan ook bent. En ik vind het helemaal geweldig als je op mijn YouTube-kanaal abonneert. Mijn naam is Karin Joon en ik zie je graag terug in een volgend zelfmaakproject. Hoi hoi!